Ik ben enthousiast, een explosie van zegeningen. We zitten in een serie over Jacob en vorige week heeft Ruben daar ook over gesproken. En ik hoop dat je daar was. Het is goed, ook al ben je nu voor de eerste keer. Je kan ook los de stukjes horen. En een explosie aan zegen, aan zegeningen en van zegeningen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik ga eventjes even je voorstellen. Je denkt misschien, ja, maar ik ben niet altijd blij. Nee, natuurlijk niet. Ik zit misschien in een dal. Je weet niet wat mijn verleden was. Je weet niet wat ik meegemaakt heb. Je weet niet hoe moeilijk dingen zijn nu. Misschien ziet jouw baas je niet zitten. Misschien word je over het hoofd gezien. Misschien heb je wel financiële schulden. Misschien heb je wel heel veel fouten gemaakt. Misschien zit je in een scheiding. Misschien heb je geen vrijheid thuis en zijn er erge dingen aan de hand. Er zijn zoveel negatieve dingen. We hebben Gods zegen nodig. En weet je, dingen die vroeger zijn gebeurd. Ik zou willen zeggen, focus je eventjes nu met me op dat God zegen wil geven. En Johannes 5, we gaan het niet lezen, maar Johannes 5 is het bekende verhaal in het Nieuwe Testament bij het bad van Bethesda, waar een man 38 jaar daar ligt. In 38 jaar, ziek, verlamd, of wat dan ook. Als jij 38 jaar hebt, ben je niet blij. En dan worden dingen normaal. Het is zoals het is. Er is geen hoop. En deze man, die krijgt de vraag als de Heer Jezus bij hem komt, bij zijn bed staat, bij zijn matras. Dan zegt de Heer Jezus de wonderbaarlijke regel. Wil jij wel gezond worden? Dat is apart. Dat is gek. Maar er is een reden voor. Ik zat na te denken. Heer, waarom vraagt u nou, wil je gezond worden? Dat is apart. Dat is niet, je zou zeggen natuurlijk. Waarom zou het kunnen zijn dat hij zo de hoop opgegeven heeft om gezond te willen worden? Dat hij denkt, ik word misschien nog meer ontmoedigd. Ik wil daar niet meer aan denken. Hebben wij misschien ook situaties in jou en mijn leven dat we denken, misschien een verslaving, misschien moeilijkheden. Dat jij denkt, misschien ziektes, dat jij en ik denken, ach, zal er ooit nog een uitkomst zijn? Zal er ooit nog, of moeten we hier maar ons erbij neerleggen? En dit is het. Misschien vraagt de Heer Jezus ook aan jou en mij. Wat wil je dat ik zal doen? En ik hoop dat jij en ik zullen zeggen vanuit de grond van ons hart, Heer, doe iets. Kom, kom met genade, kom met zegen, kom met iets wat onmogelijk is. Heer, help, doe iets. Okidoki, tot zover met me mee? Ja, oké. En ik denk dat er misschien niets in zijn gedrag aangaf dat hij genezing wilde. En dat hij gewoon met dat dysfunctionele gewoon maar genoegen nam. Weet je, en we verzamelen vaak mensen om ons heen die datzelfde hebben. We zoeken vaak mensen die ook dan dat meegemaakt hebben. Die ziekte hebben. Die misschien ook met schulden rondlopen. Die ook misschien diezelfde verslaving hebben. Die misschien ook met een huwelijk met problemen lopen. Je zoekt vaak mensen met hetzelfde op. Omdat dat zo vertrouwd is. En weet je, misery loves company. Maar wij willen, net als die man van die daar 38 jaar ligt, wij willen een zegen ontvangen. Ja? Ja, natuurlijk. Nou, ik heb 5 punten om gezegend te worden. De eerste. Ik wil een zegen. Ik wil wel naar een beter, naar een hoger level, naar een next level, in plaats van excuses. Van niemand helpt mij. Ik wil naar een nieuw gebied. Een nieuwe weiland. Hè? Een grazige weide waar overvloed is. Ik wil naar die zegen toe. En ik wil die zegen hebben en naar die next level. Ja?
elk geval, nou, ik heb erbij gezet. En in plaats van excuses, niemand helpt mij. Waarom? Deze man die 38 jaar daar ligt, die zegt tegen de Heer Jezus, ja, als er beweging in dat bad van Bethesda komt, dan door een engel, dan is er altijd wel iemand anders die geholpen wordt of die eerder is, die kan lopen of zo, die dan daar komt en dan genezing ontvangt. Er is niemand die mij helpt. En misschien hebben wij ook wel een excuus. Er is niemand die mij helpt. Misschien, en wij zijn helemaal voor dokters, we hebben minimaal wat wij weten 5 artsen hier in de kerk, waar ik heel blij ben. Ik hoorde net afgelopen week dat er een 5e bijgekomen is, dat vind ik leuk. En dus ik ben helemaal voor artsen. Maar misschien heb jij een rapport van het ziekenhuis dat heel iets anders zegt. Misschien zegt jou een vriendschap die zegt, ik wil niet meer met jou doorgaan. Misschien zijn er gewoon dingen. En dat jij denkt, niemand helpt mij met dit bedrijf of wat dan ook. Niemand helpt me. En dat jij op dat punt gekomen bent, dan kan ik je dit zeggen. God vecht voor jou. En deze man, die had geen geloof. Jij en ik kunnen hopeloos zijn dat we geen geloof hebben. Hoe deze situatie beter kan worden. En dan zeg ik, maar. En ik zou haast willen zeggen, stoot elkaar aan, maar dat hoef je niet te doen. Maar. God helpt deze man van 38 jaar. Hij helpt deze man die zelf geen geloof meer had voor iets. Weet je, God wil jou en mij helpen in een situatie waar je geen eigen geloof meer hebt. Want God is goed. Hey, als niemand jou wil helpen, nou en, zou ik willen zeggen. Nou en, ik hoop trouwens dat christenen je willen helpen en andere mensen. Hè? Begrijp me even goed, dat zou ik met mijn hele hart willen. Dus ik wil dat je geholpen wordt, hey, begrijp me goed. Maar ik zou ook willen zeggen, nou en, als niemand jou helpt, dan ga ik je nu iets vertellen. God is bij machte om jou en mij toch in je bestemming te brengen. Jij bent niet afhankelijk van mensen om in jouw bestemming te komen. Om in jouw bestemming te komen, in mijn bestemming te komen, ben je niet afhankelijk van wie dan ook. Van wie dan ook. Dus, ga nu met plezier Deuteronomium 28 lezen. Van voor naar achter, van boven naar onder, regel voor regel. Elke dag, vanmiddag begin je, morgen ga je lezen, overmorgen. Deut 28 is een aanrader, want daar staat de eerste gedeelte alleen vol met zegeningen. En als je God niet gehoorzaam bent en als je hem niet doet wat hij zegt, dan kunnen de volgende dingen je overkomen. Maar dat is pas vanaf vers 15 of 16, geloof ik. Maar de eerste versen, ga die lezen, lieve mensen. Ik heb er wel eens over gesproken, Deuteronomium 28, ik ga niet herhalen. Maar ik zou je willen aanraden, de zegen die God wil geven, de zegen van allerlei gebied, of je in de stad bent of je op het land bent, wat jouw hand doet, dat God je wil zegenen. Met bescherming, soms weet je het niet, of soms weet je het wel. Maar kijk naar al die zegeningen die God wil geven. Dat de vijand zal verjagen en allerlei dingen. De vijand is ook ziekte. En ik weet het, we zitten in een gebroken wereld. Maar je kan beter wel bidden en wel bidden om zijn zegen, dan dat je niks doet. Amen? Ja, dat zou ik altijd willen zeggen. Dus, ik zou zeggen, punt 2, stap uit je zelfmedelijden en stap uit je ongeloof. Ja, na deze, nou ja, eigenlijk een verhaal over Deuteronomium 28. Zeg finito, zeg stop, einde over het stuk wat er nu toe is geweest. Ik zeg niet dat het over is, maar stop ermee dat jij alleen maar met je denken en met je hart vol boosheid en bitterheid en ongeloof en oh, ik is zielig en oh, dat je daarmee stopt. Finito, stop. En richt je naar de God die jou kan helpen boven alles, boven de dingen die jij hebt meegemaakt of die je misschien al stommiteit hebt gedaan of misschien waren het oorzaak en gevolg of weet ik veel wat. Maar stop dan opnieuw te herbeleven, opnieuw te bedenken. Laat dat achter je, want je kan er geen verandering
inbrengen door het opnieuw en opnieuw en opnieuw af te spelen in je denken. Hoe je baas was, hoe je dat misschien zo had moeten aanpakken. Hoe je collega jou achterliet en voor jou opeens dingetjes inpikte. Weet ik veel wat. Maar laat negativiteit los. Ik zeg niet dat het nog over is. In deze fase is nog niks over. Maar kies ervoor om God te geloven dat Deuteronomium 28 waar is. Dat hij je wil zegenen en kan zegenen. En groter is dan wat dan ook. Nou kom ik bij Jacob. We zitten toch in zo'n hele serie over Jacob. Hé, ik zie dat hele ding staat hier niet. Jacob, ik ben nog steeds bezig met de serie. Jammer dan, maar ik heb het over Jacob. En iedereen denkt, ja, die tekst ken ik over die Jabok van Jacob. En dat hij daar over die zegen hebt. Daar ga ik het vandaag helemaal niet over hebben. Nee, helemaal niet. Ik ga het vandaag hebben over Jacob, dat die ook zelf medelijden had. Dat hij het helemaal niet zo blij was met zichzelf. Kan je voorstellen? Jacob, hij heeft zijn oudste broer het erfrecht, de volle zegen, en wat ook met financiën en alles te maken heeft hij gewoon ontfrutseld. Hij heeft zijn vader bedrogen. Hij is weggevlucht, weggelopen heet dat gewoon, uit zijn gezin, uit zijn familie. Gewoon wegwezen. Nou, dan heb je het wel eventjes bond gemaakt. Hij is 40 jaar. En even voor de singles, hij is single, vrijgezel. Jacob. Hij heeft geen vrouw op het oog. Hij heeft geen kinderen. Hij is helemaal alleen. Hij had kunnen denken, ik gooi me voor een racekameel en ik maak een einde aan mijn leven. Hij had helemaal depri kunnen zijn van zijn stommiteit, zijn eigen falen, zijn gebrekkige, slechte, verkeerde karaktertrekken. Jawel. Ja, jullie zijn allemaal braaf. Wij zijn allemaal heel braaf en heilig en helemaal. Ja, ik zie jullie wel kijken. Heel lieve mensen, wij hebben allemaal stommiteit begaan, verkeerde keuzes gemaakt, slechte dingen bedacht, gedaan. Maar dit is even een sterk voorbeeld. Onze Jacob had het eventjes wel gehad. En hij is in de woestijn ook nog. Vorige week heb je gehoord dat hij in die woestijn een ontmoeting krijgt met God. Wauw, met een belofte. Wauw. Die belofte, die ook in Deuteronomium 28 staan, de beloftes die God voor jou en mij heeft als wij hem volgen, dan zullen de volgende zegeningen jou achtervolgen, jou gewoon omhelzen, gewoon er zijn. Maar deze Jacob, hij heeft de zegen. En dat maakt het verschil. Dus hij denkt niet meer wat hij allemaal fout heeft gedaan en zo. Hij is niet bezig, oh mijn zielige ik. Hij krijgt weer praatjes. En daar gaan we nu eventjes in springen. Daar gaan we eventjes kijken welke babbeltjes hij krijgt. Hij was eerst een beetje stil en dan, oh, geen hoop. Hij heeft van God hoop gekregen. En hij is nog een beetje in disbalans. Hij is een beetje overdan zelfs. Hij komt zelfs een beetje met te veel babbels. En dan moet je even lezen. In Genesis 29 krijgt hij een ontmoeting, want hij loopt naar het oosten. En dan staat er dat hij op zoek is naar de familie van zijn moeder. En hij denkt, nou, misschien kan ik daar zijn. Ik ben toch gevlucht van huis. En dan leest hij even dit stukje. Lees even met me mee. Op een dag zag hij ergens in het open veld een put waar 3 kudde schapen omheen lagen. De dieren kregen altijd uit die put te drinken. Over de opening van de put lag een grote steen. Als alle kudde daarbij in waren gedreven, werd de steen van de opening gerold en kreeg het vee te drinken. Daarna werd de steen op de put teruggelegd. Maar het is nog volop dag. Hier krijgt hij zijn babbels. Hij zal wel eventjes aan een schaapherder vertellen hoe het moet. Dat is net zoiets als een slager die iets vertelt aan de bakker hoe hij het brood moet bakken. Het is net als een elektricien die aan een bouwvakker even gaat vertellen hoe je een muurtje moet metselen. Hé, lieve mensen, hij bemoeit zich weer ergens mee. Hij heeft weer een beetje een houding. Maar je kan beter dat je wil iemand anders helpen, ook al is het soms een beetje misschien overdan en een verkeerde houding, dan dat jij depri ligt te wachten op de dood. Even heel zwart-wit, maar ik meen het met mijn hele hart. Dus die Jacob had echt een probleem, hè? Dat heb ik net verteld, al die problemen. Maar hij had ook van God dus hoop gekregen. Maar het leek er nog nergens naar.
Hij zat daar in dat stoffige land. En dan komt dan net dus die woestijn uit te hobbelen. En dan zit hij daar dus hier. Genesis 29, daar is hij. Bij de weilanden. En dan, hij geeft dus niet op. Hij krijgt weer zijn babbeltjes. Dus hij zegt even... Oh, nou, maar die schapen, die zitten daar bij dat water. En die, joh, het is midden op de dag, is veel te warm. Moet je niet gewoon straks die schapen doen? Dus hij gaat alweer babbeltjes hebben tegen die herders. Nu komt er een heel grote belofte van God aanwandelen. Lees maar mee. Het volgende stukje, vers 8. Ja? Nee, zeiden die herders, dat kan niet. Pas als alle kudden bijeen zijn gedreven, rollen we de steen van de put en geven het vee te drinken. Terwijl hij nog met hen stond te praten, kwam, ik zeg het op z'n Hollands, Rachel, en vorige week zeiden we Rachel, ik vind het allebei prima, kwam Rachel eraan met de schapen van haar vader. Zij was herderin. Zodra Jacob Rachel zag, de dochter van zijn moeders broer Laban, met Labans vee, liep hij naar de put, rolde de steen van de opening en gaf de dieren van zijn oom te drinken. Hallo lieve mensen, jij bent op een stoffige, op een gewoon weiland, erg warm, allemaal herders die jij niet kent. Je hebt weer je babbeltjes om dan die herders te helpen voor die beestjes, voor die schaapjes en zo. Lieve mensen, op dat moment bedacht God Almachtig, ik heb een belofte voor Jacob, ondanks zijn mis... Zijn geklungel, zijn slechte gedrag, wat dan ook. Ondanks dat wat hij heeft gedaan vroeger en dat hij zelfs gevlucht is. Lieve mensen, God heeft een bestemming voor die Jacob. En hij zegt, oké, ik stuur een herder in. Prachtig mooi dametje. Hele mooie dame. En die kwam, ik kan je voorstellen, dat die... Rachel die komt eraan lopen dat tussen die stoffige herders die niet hun zondagse kleren aan hadden. Die hadden niet hun mooiste kleren, die hadden niet hun tanden gepoetst misschien. Die zaten daar en er komt daar deze beeldschone dame aanstappen. Een wonder van God die daar een herder in brengt. En wat denkt Jacob? Wauw! En hij krijgt testosteron, hoe is dat? Dat woord gebruik ik nooit. Testosteron, hij krijgt een kracht van 0 tot hoppakee en hij gaat in zijn eigen kracht, wow, de chameur doen. En hij gaat opeens die steen wegrollen, wat je normaal met meerdere herders wegrolt. Ah, lieve mensen, God doet een wonder in de woestijn of bij die weilanden waar je het niet verwacht. Alleen, ga niet zitten kniezen en wachten op het einde, maar zeg, einde verhaal, maar ik ga me best doen om een ander te helpen. En ik ga wat doen. En God komt opeens met een wonderbaarlijke belofte. En dat wordt zijn vrouw. Rachel wordt zijn vrouw. Dat is een wonder. Daardoor kwam, zou hij, krijg je dus, dat Jacob genoemd wordt. En dat dan de 12 zonen en dan worden de stammen van Israël. Lieve mensen. Lieve mensen. Had men toch wel eventjes een leventje achter zich, hè? God is goed. En God doet goed. En God wil jou en mij beloftes geven voor de toekomst, voor jouw toekomst, die groter zijn dan je verdiend zou hebben, dan je verwacht zou hebben. En God doet het. Verwacht dat. Verwacht dat. Word je een beetje blij? Ondanks je falen, ondanks mijn falen. Nou, en ik wil dus dat je dat opschrijft. Onverwacht geeft God een grote zegen. Ja. Goed, 3. Hou Gods beloftes dus vast van zijn zegen, zijn zegeningen. Dan moet je dus Deuteronomie 28 nog een keer lezen. Hou die beloftes vast. Want ik denk dat dat wel was bij Jacob. Ik denk dat hij de droom nog kon herinneren waar we het vorige week over hadden. Dat hij dat wel ergens in zijn achterhoofd had. Hij kreeg weer babbeltjes. En hij wilde anderen weer helpen. Dat is een goede keus. Hij was niet met zichzelf meer bezig. Hey, je bent niet te oud, niet te jong, niet te onvolmaakt of te waardeloos in vergelijking met anderen. God zegent Jacob, dan kan die jou en mij ook zegenen. En dan is er nog wat. In het nageslacht van Jacob, hij krijgt dan, je hebt die 12 zonen, een van zijn zonen is Jozef. En Jozef die wil zijn 2 kinderen zegenen. En dan is het altijd dat de oudste weer de grote zegen krijgt en dan de tweede minder. Maar Jozef doet crossover. Hij doet zijn handen zo. Dus hij zegent op zijn oude dag, zegent hij
zijn jongste zoon met de grootste zegen. Ook hierin is een voorbeeld. Daar waar jij en ik verwachten, oh, ik ben de tweede of de zoveelste in het gezin. Hier, Manasse en Ephraim, je bent de tweede. Oké, de eerste krijgt de volle zegen, die krijgt de grootste zegen. Die krijgt, dat was in het gebruik in Israël, in het Jodendom daar toen gebruikelijk, normaal. Jij kan, als jij denkt, oké, ik krijg niet die grote zegen. Kan God zijn armen kruisen en jou een grotere zegen geven dan je verwachtte, dan je zou, wat normaal is, of dan wat je verdiend zou hebben. Lieve mensen, word je een beetje blij? Ben je een beetje blij dat jij en ik opeens gezegend kunnen worden? Onverwachts. Met een grotere zegen. Dus het is weer een voorbeeld van een zegen. Ja, nou denken mensen van, ja, moet je een stukje maar gaan lezen. De bedoeling is dat we niet alleen maar zondags de Bijbel lezen, maar dat je thuis ook de Bijbel hopelijk gaat lezen. En maar ik ga eventjes met je meelezen. Genesis 48. Daar komt hij. Maar zijn, Jozef wilde dat niet. Maar zijn vader, Jozef, wilde dat niet. En die zegt van, je vergist je pa. Je moet een volle zegen geven aan de oudste zoon. En dan zegt hij, ik weet het, mijn zoon. Ik weet het, ook uit hem zal een volk voortkomen. Ook hij zal machtig worden. Maar zijn jongere broer, Ephraim, zal machtiger worden dan hij. En uit hem zullen tal van volken voortkomen. Zo zegende hij hen die dag met de woorden: jullie naam zal worden genoemd in de zegenwens van de Israëlieten. Ze zullen zeggen: mogen God u maken als Ephraim en Manasse. En je zou zeggen: het had moeten zijn Manasse en Ephraim. Nee. God heeft het omgedraaid met deze zegen. Ephraim krijgt de grootste zegen. Zo plaatst hij Ephraim voor Manasse. God kan jou en mij opeens voor iemand anders die eigenlijk recht had op een zegen, kan hij jou en mij meer zegenen. Lieve mensen, dat kan op je werk. Dat kan overal. Dat kan met elk aspect. Maar God kan opeens jou meer geven dan verwacht. Dan meer dan gedacht. Zo is onze God. En ik hoop dat je ziet dat het onlogisch is, onverdiend, buitengewoon. Dus God wil zegenen. Efeze 3. Eventjes goed met elkaar lezen. Aan hem die door de kracht die in ons werkt. He? Gods kracht is groot. Dus het Nieuwe Testament. Bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Lieve mensen, wat jij kan bedenken, bedenk je wel iets groots. Bedenk iets groots voor jezelf. En voor je, als je getrouwd bent, voor jouw man. Ik heb vroeger, toen ik nog niet getrouwd was, heb ik altijd gebeden voor 3 vrijgezellen, vriendinnen. We waren met elkaar. En dan gingen wij elkaar zegenen dat het de ander goed ging. Lieve mensen, dat is mooi. Dat is heel goed. Dat deden wij bijna wekelijks. En dan gingen we elkaar zegenen met de juiste partner en de juiste baan. En wat alles wat je nodig hebt, gezond. En kracht en zoiets. En hier zegt God, aan hem die door de kracht die in ons is, werkt, in ons werkt. Bij machten is oneindig veel meer te doen. God kan veel meer doen dan wij zelfs maar bedenken aan zegen. Lieve mensen, wij zitten soms te bidden, oh Heer, zegen Den Haag. Ik hoop dat je dat dagelijks bidt. En ik kan je vertellen dat wij ook met het voorbedenteam zijn wij ontzettend gezegend met wat God aan het doen is, omdat wij bidden. Wij merken dat wij bidden voor bescherming van de stad tegen alle kwaad. Dus dat ook maar iets wat kwaad wil doen, opgepakt wordt of dat het van tevoren al aan het licht komt. En ik kan je vertellen, als je de kranten gaat bekijken, dat God aan het antwoorden is. Het is een heel goed gebed. Jij gaat bidden voor jezelf en voor je gezin. Dat er zegen op zegen, onverwachts, groot, meer dan je kan bedenken, komt. En dat kan je met allerlei dingen doen. Bid gewoon voor banen en voor partners en voor kinderen en voor gezondheid en voor weet ik veel. Doe het! En God wil meer geven. En uiteraard, er is een kracht van hem. Maar we hebben niet al zijn krachten, zit altijd nog een zoeken in. Dus ik weet dat het nog niet volmaakt is hier op aarde. Maar doe iets. Hey, 4e, we zijn er bijna. Gods kracht is in jou en hij is aan jouw zijde. En dat zegt hij, dat is het verhaal van Jacob. Gods aanwezigheid is bij hem. Hij is niet alleen. En dan staat er in Genesis 30, daar staat er dat Laban, die wil gebruik maken van die gozer. Misbruik, zou je zeggen. Want hij wil het voordeel en hij laat hem gebruiken voor zijn voordeel. Dus dat is zelfs misbruik. En dan staat hier dit regeltje.
Oh, wat grappig. Nee, ik heb hem eventjes het andere stukje gepakt. Maakt niet uit. Ik heb deze. Ik heb het uit verschillende tekenen opgemaakt dat de Heer mij omwille van jou mij heeft gezegend. Hé, een ander die in jouw omgeving is, krijgt ook een zegen mee omdat jij gezegend wordt. Wist je dat? Wist je dat? Omdat jij gezegend wordt, dat een ander in jouw omgeving daardoor ook gezegend wordt. Die zegen is niet alleen maar beperkt bij jou, maar ook bij anderen. Laban, moet je maar de preek van vorige week naar luisteren. Laban wordt ook gezegend. Doordat Jacob met God is en God met Jacob is, wordt zelfs Laban die het verkeerde met je... Jacob voor heeft zelfs gezegend. Dat komt omdat God met je is. Gods kracht is in jou. Hij is aan jouw zijde. En dan krijg je dat hocus pocus verhaal van over die gespikkelde schaapjes. Die zijn dan voor jou en die niet. Dat is dan dat Jacob werkt bij die Laban. Het is gewoon een stukje uit Jacob's leven. Je moet het hele stuk eens lezen. Het is idioot als je dat zo leest over wel gespikkeld, niet gespikkeld. Dan krijg jij als er veel... schapies met gespikkelde vacht komt, dan is die wel of niet voor jou. Er zijn allerlei dingen, dat verandert dan weer 10 keer, bij wijze van spreken. En ik kan je vertellen, het maakt me niet uit hoe dat verandert, maar 1 ding is wel hierin zeker. Welke keus Jacob ook maakt, ook al lijkt het voordeel voor die ander, God zegent hem meer dan die ander. En God wil jou en mij ook zegenen. Oh, lieve mensen, veel meer. Veel krachtiger. God is veel groter. Ook al heb je het idee van iemand pikt mijn dingen in. En lieve mensen, God is veel groter dan. Hij wil jouw voordeel geven, ondanks negatieve omstandigheden. Psalm 110. Dan zegt de Heer, neem plaats aan mijn rechterhand. Ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Zo, dat is mooi. Dus die vijanden komen onder je voeten. Hallo lieve mensen, negatieve omstandigheden komen onder je. Hij zorgt voor je pijn in je hart en hopeloos lijkende situaties. Hij draait het om en maakt er iets goeds van. Ja, en dan zou ik willen dat iedereen geneest, dus dat zeg ik niet. Maar blijf er wel voor bidden en vragen. Weet, spreek hoopvolle woorden uit. Ik sluit bijna af met 2 Samuel 22. U was het schild dat mij redde. Uw antwoord. God wil jou persoonlijk en mij antwoorden geven, lieve mensen. U baande de weg voor mijn voeten, daar waar geen weg is. Waymaker. Ik hoop toch echt dat we zo meteen Waymaker zingen. Vers 40. U hebt mij omgord met kracht voor de strijd. Lieve mensen, God zegt niet dat hier op aarde geen strijd is. Maar God heeft je met kracht toegerust voor de strijd. Laatste punt, 5. God kan zelfs je vijanden gebruiken om jou te zegenen. Voor Goliath was een big vijand. Maar door Goliath werd David van een herdersmannetje... kwam hij in het koninklijk paleis. Lieve mensen, vijanden geven jou een step up naar de next level. Je denkt dat het tegenwind is, maar je krijgt sterkere wortels... waardoor jouw boom sterker blijft staan en... Het maakt jou sterker. Tegenwind maakt jou sterker. Tegenwind, als jij het niet meer kan, zeg je, Heer, doet u het. Uw kracht in mij zal overwinningen geven. Lieve mensen, ik geloof in het punt van overwinningen. Ik ben daar enthousiast over. En ik wil je aanraden. Haal het beste uit deze dag. Elke dag. Haal het beste. Kijk niet terug. Maar verwacht. Ga ook niet zitten wachten. Oh, straks krijg ik een zegen. Maar haal het beste uit deze dag. Net als onze Jacob. Hij wilde die herders en die schaapjes helpen. En opeens kwam de vrouw van zijn dromen. Waardoor het volk Israël is geworden. Een hele natie. Zijn belofte. Lieve mensen. Als jij bezig bent met vandaag het goede te doen. Om anderen te helpen. Dan kan God jou een zegen geven. Kijk, word wakker. Open je ogen voor de zegen die God je wil geven. God wil zegeningen geven. Zie, Efeze, daar sluit ik mee af. Efeze 1 vers 19. Zie hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Vers 20. Die macht was ook werkzaam in Christus. Oh ja, die staat hier natuurlijk. Toen God hem opwekte uit de dood en
hemelsfeer een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog, boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten. Ik kan je vertellen, als je bezig bent met wat voor kracht of macht dan ook. God is groter dan wat dan ook. Dat wil ik even hierbij zeggen. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in het toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. En hem, Jezus, als hoofd over alles aangesteld. Voor de kerk. Daar moet je in de kerk komen. Die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles in alle vervult. Lieve mensen. God is een machtige God. God is een grote God. God heeft het beste met je voor. Wat jouw achtergrond ook is. Verwacht. Explosieve zegening. Verwacht dat hij kruislinks jou zegent met een big zegen. Meer dan verwacht. Sneller dan verwacht. Meer dan voorspelbaar. Ondanks je stommiteiten. Ondanks dat jij gewoon daar rondloopt als Jacob. En dat je niks hebt. Alleen een belofte. Een belofte uit Deuteronomium 28. Voor jou. Voor mij. Ik heb een grote God. Lieve mensen. CLC zal niet alleen hier in Den Haag blijven. Niet alleen in Nederland blijven. We zien dat wij al net in Lummen in België een City Life Church hebben. Lieve mensen, we staan aan de vooravond van meerdere kerken. Meerdere kerken dan ooit, lieve mensen. Waarom? Omdat God wil zegenen. God is een grote God. En jouw familie, in welke stad dan ook, bid dat daar een CLC-kerk komt. Doe er wat aan. Bid ervoor. En God zal zegeningen geven. Meer dan verwacht. Vraag hem. Ik wil gezond worden. O, zegt de Heer. En hij geeft genadevol, ook al geloof je het niet eens. God is groot, lieve mens. Hij zal een weg maken waar geen weg is. God is groot. God is goed.